Bodie Brusselis, ik denk dat dit de eerste teletextpagina is die je kan uitprinten of kan laten bangen op je slaapkamer. Ja, deze gaat boven het bedje. Ja, zeker. Hey, je mag inkomen voor Sadiq, die een fantastische wedstrijd speelt. Publiekswissel, denk ik. Hè? Hoe voelt het dan om met een 2-1 voorsprong tegen de landskampioen het veld in te mogen komen? Ja, fantastisch. Dat is fantastisch. Tegen Feyenoord invallen, dat is een heerlijk gevoel. En je weet ook dat je de punten moet proberen vast te houden. Dus, hè? Dus je komt erin. Wat voor druk neemt dat met zich mee? En wat zegt een trainer dan bijvoorbeeld tegen je? Nou ja, geen druk. Want het enige waar het om gaat is dat je knijterhard moet werken. Dan gaat het niet meer om mooi voetbal. Dan moet je die punten binnenslepen. En dat hebben we goed gedaan. Maar krijg je dan niet een boodschap mee vanuit de bank? Nee, ik heb een boodschap meegekregen dat Gio naar de punt moest, ik naar rechts en Gio moest die opbouw gaan verstoren. En verder moest ik kaart gaan werken in de verdediging, want op dat moment was het bijna alleen om aan verdedigen. Waren wij nog nauwelijks aan de bal. Maar ik denk misschien ook wel een verrassing voor jou dat je vandaag nog even moest spelen. Nee, ik had het vandaag wel van tevoren aanzien komen. We hadden natuurlijk een paar schorsingen, blessures vlak voor de wedstrijd. Mitchell die nog vlak voor de wedstrijd uitvalt. Dan is de kans aanwezig dat je invalt als je met Gio de enige aanvaller op de bank bent. Ja, maar je bent natuurlijk van tribune naar de bank weer gegaan. Ineens mogen invallen tegen een lelijke nederlaag aangelopen toen. En nu mag je weer invallen, maar ja, je hebt toch wel vertrouwen in je pikorde zo te horen. Ik blijf gewoon hard werken en de focus op dit seizoen ligt voor mij om fit te blijven. Dat is me vorig seizoen echt niet gelukt en ik zit lekker in mijn vel, ik doe het lekker op de training en ik pik zoveel mogelijk invalbeurtjes mee. Verder blijf ik gewoon knijter aan het werk. Ja, maar je weet ook dat het jeugdapparaat van NAC, daar kijken we toch allemaal naar, want we vinden eigen jeugd altijd het belangrijkste. Wil jij de nieuwe verrassing van het jeugdapparaat worden van NAC? Dat zou heel mooi zijn, ja. Dat zou heel mooi zijn. Dus, wanneer gaan we die eerste hat-trick zien van je? Tegen wie spelen we volgende week? Nee, hopelijk zo snel mogelijk. Nee, maar je valt er een kwartiertje in. Hoe vind je dat je het dan zelf hebt gedaan? Want je krijgt de taak mee. En hoe vind je dat je hem hebt uitgevoerd vandaag? Ik heb volgens mij 3 ballen aangeraakt. Eentje verlies ik, dat was niet goed. Dan moet ik gewoon geen risico nemen op zo'n moment. Zit natuurlijk wel een beetje in mijn spel, maar dat moet ik beter weten. Ik denk dat ik verdedigend mijn taak heb gedaan. Je kan weinig doen in zo'n korte tijd. Ik was wel helemaal gesloopt na mijn eerste sprint. En je morgen vrij, dat gaat vanavond denk ik wel een leuk feestje worden. Nee, vroeg op bed. Nou, verstandig. Dan zie je volgende week denk ik zo in de baas, want ik denk dat de rest de hoogte op gaat. Precies, die zijn volgende week nog steeds zat, dus dan sta ik klaar om in de baas te staan. Nou, dan gaan we het zien. Dan mag je het helemaal in je eentje gaan doen volgende week in Den Haag. Succes. Komt goed.